deze week was het klaagvrije maandag. Het was een succes. Duizenden mensen hebben de hele dag alles van de positieve kant bekeken. Zo dacht Rolf Brugging maandag nog, ik ga vrijdag gewoon een PowerPoint presentatie met 95 plaatjes over mezelf in 10 minuten op. Zo dacht Ben Buik, gelukkig hoef ik vrijdag niet aan die quiz mee. En zo dacht Vera Kalf, ik heb na het weekend vast nog wel vrienden in mijn partij. Klaagvrije Maandag is een initiatief van Sandra Brand. Zij is een inspirerende, mensgerichte bedrijfscoach met een passie voor een resultaatgerichte aanpak. Ik herhaal het belangrijkste woord uit deze aanslag op de oren. Een bedrijfscoach. Sinds we traditionele autoriteiten als de kerk, de politiek en iedereen met een academische titel wantrouwen, organiseren wij ons leven alsof we pupillen bij VV Zwaluwe zijn. We vertrouwen blind op een coach. Uit alle hoeken en gaten kruipen ze. De huiswerkcoach, de versiercoach, de trouwcoach, de oudercoach, de kleutercoach, de scheidingscoach, de pensioencoach, de levenscoach, de huisdiercoach, de valleiorgasmecoach, de loopbaancoach, de burn-outcoach, de personalcoach, de mentalcoach, de ontbijtcoach en jawel, de coachcoach. Die al wachten met het boek The Coach Approach klaarstaat voor coaches die het coachen niet meer aankunnen. De coacherij is een monster dat gul zich op zijn eigen staart koudt, want het duurt niet meer lang voordat de coach vrolijk laat weten dat hij beschikbaar is voor ondersteuning van de verwarde coachcoach. Ik snap best waarom de moderne coach zoveel succes heeft. De zelfhulpindustrie heeft de opgestoken duim geadopteerd als het duizend dingen doekje van ons zielenheil. Niemand zit op een IOR te wachten. Daarom leert Sandra Brand ons dat we altijd positief moeten denken. Dat je negatieve gedachten moet uitroeien als de eerste twee watertorens in Vlaanderen. Dat problemen niet bestaan. Ik heb zelf ooit ergens gewerkt waar een coach had bedacht dat je geen ja maar meer mocht zeggen. Dat stond maar in de weg van al die kansen en prachtige ideeën. Daarnaast zorgt ja maar voor negatieve energie, wat dat ook mag zijn. En het moest natuurlijk wel gezegd blijven. Dit maakte mij niet alleen in één klap totaal overbodig, het sterkte mij ook in de overtuiging dat de meeste coaches geen geschiedenis hebben gestudeerd. De Romeinse keizer Caligula benoemde zijn favoriete paard tot senator. Daar had iemand best even ja maar mogen roepen. Nadat paus Gregorius de 9e in de middeleeuwen had opgemerkt dat duivelaanbidders wel heel vaak een kat hadden, begonnen Europeanen massaal poezen en katers uit te roeien. Dit was goed nieuws voor de ratten, die vervolgens in alle vrijheid de builenpest konden verspreiden, waar uiteindelijk 100 miljoen mensen aan kampeerden. Een ja maar was op zijn plaats geweest. In de 19e eeuw bracht een Amerikaanse ondernemer Mrs. Winslow's Soothing Syrup op de markt. Dit was een medicijn voor drukke kinderen. Het werkte prima. Kinderen werden er helemaal rustig. Dat was ook niet zo gek, want Mrs. Winslow's Soothing Syrup was tot de rand gevuld met morfine. Ja, maar. Nee, roept de coach. Selecteer de negatieve gedachten en druk op Ctrl-Alt-Delete. Alles moet positief. Negativiteit is de pedofilie onder de emoties. Nou is er niets mis met het doel van al dat verplicht opgewekt doen. We willen zo graag gelukkig zijn. Daar ben ik niet tegen. Maar de methode deugt niet. Gelukkig worden door alleen positief te denken is als leren autorijden door alleen op het gas te trappen. Dat gaat waarschijnlijk even goed, maar uiteindelijk krul je de Kia Picanto netjes om een lantaarnpaal. Want zoals altijd loopt de realiteit hinderlijk in de weg. Denk aan de grootste positivo aller tijden, Mohammed Said al-Sahaf. Deze minister van informatie onder Saddam Hussein, ongetwijfeld gecoacht door een vrolijke man met een moeilijke bril, gaf in 2003 persconferenties tijdens de Amerikaanse inval in Irak. Het Irakese leger heeft alles onder controle, geen enkel probleem, riep Al-Sahaf in 10 microfoons tegelijk. Bagdad capituleert nooit, brulde hij, terwijl op de achtergrond Amerikaanse tanks in zijn richting rupsten en de capitulatie een feit was.
Hij was als de rits in een te strakke broek van een vrouw met morbide obesitas. Alles kraakte en piepte en zijn woorden werden onverbiddelijk door de werkelijkheid uit elkaar getrokken, maar Al-Sahaf bleef verdomme positief. Al-Sahaf deed het volgens de coachformule perfect. Hij was optimistisch, hij was zelfverzekerd en tegengeluiden gleden van hem af als een gemeenteraadsvergadering van Tantio. Maar ja, uiteindelijk sta je toch gewoon met je positieve gedachten in de loop van de tank te kijken. Vrienden, stel je voor dat coaches zich met muziek zouden bemoeien. Dat zo'n mensgerichte inspirator tegen Mick Jagger had gezegd dat je wel alles kunt krijgen wat je wilt. Dat zo'n bril met puntschoenen tegen Michael Stipe had overtuigd dat heus niet iedereen pijn heeft. Dat zo'n passiepredikant Amy Winehouse had overgehaald over de zonnige kanten van haar heroïneverslaving te zeggen. Gelukkig zijn muzikanten doorgaans geen blije eikels. Dat moeten we zo houden en daar ga ik vanavond bij helpen. Dus, mannen van Heavy Light. Luister. Heavy Light! Vergeet alles. Het gaat helemaal niet goed met jullie. Denk aan dat meisje in de kroeg dat uitsluitend naar Deep House luistert en heavy hoe tegen je zei. Denk aan jullie winst tot nu toe. Deel dat door de duizenden uren die jullie in de band hebben gestoken en besef dat er vakkenvullers van 16 zijn die per uur 2 keer zoveel doen. Denk aan je moeder die stiekem toch meer naar Nick en Simon luistert. Laat dit tot je doordringen. Spring zo meteen op dit podium en klaag ons aan flarden. Ja, dames en heren, dit was Talk of the Town voor deze editie. De volgende editie zijn we er natuurlijk weer. En dan hoop ik u ook allemaal terug te zien. Bedankt voor het komen allemaal. Bedankt aan alle gasten die zijn geweest. Bedankt aan de crew die keihard heeft gewerkt. Woehoe! Een applaus. Maar ga niet weg, want zometeen na een kleine ombouwing hier gaat Heavy Light door. Misschien herkent u ze. Ik wens u een hele fijne avond en tot de volgende keer. Dank u wel.